Dit is echt een feestelijk moment, zowel voor de Achterhoek als voor Twente. De verbinding is weer geoptimaliseerd. Zeker nog niet helemaal optimaal, maar we zijn in een heel stuk in de goede richting. Ja, wat het vooral bijzonder maakt, het project, is de lengte. We hebben 27 kilometer nieuwe weg aangelegd. En we hebben in het land natuurlijk heel veel andere, hele grote projecten. Dus het gaat vaak om verbredingen bijvoorbeeld. Maar ja, 70 kilometer nieuwe weg is echt heel veel. En dat gebeurt niet meer, nauwelijks meer. En ik vraag me af of het ooit nog een keer gaat gebeuren. Dus wat dat betreft is het wel bijzonder. Ook feest op de weg, hè? Dat is echt feest op de weg. Dus ze zijn allemaal blij dus, dat ze hier nou gebruik van kunnen maken van deze weg. Wat betekent dit voor de regio Achterhoek? Een betere bereikbaarheid is heel erg goed voor de regio Achterhoek. Er zijn hier veel bedrijven. Het is een slimme en innovatieve regio. En die hebben er heel veel belang bij dat de regio beter bereikbaar is. Merken jullie dat als gemeente al, dat het aantrekt, dat er meer bedrijven willen komen? Ja, dat merken we zeer zeker. Zeker de smartindustrie rondom Vasseveld, dat trekt echt aan. Dus eigenlijk hopen dat er wat meer bedrijven kunnen komen en dat de bedrijventerreinen misschien wel gaan groeien. Nou, zoals je weet misschien hebben wij dus een wet voorkeursrecht al op Hofskamp OS 3 gelegd. Dus we willen zeer zeker groeien, ook in de gemeente, wat de bedrijventerreinen betreft. Dus zou zo'n nieuwe weg, is dat ook reden voor de provincie om te kijken naar het beleid rondom bedrijventerreinen? Dat durf ik niet helemaal te zeggen, maar een feit is wel dat op het moment dat er meer hectares verkocht worden van de bestaande bedrijventerreinen, juist ook inderdaad er weer nieuwe kansen komen voor extra bedrijventerreinen. Maar dan moet de voorraad inderdaad ook echt gaan slinken. En nou nog die snelweg doortrekken naar Vasseveld? We zijn er nog niet helemaal. We moeten echt kijken van Vasseveld naar Groenlo of we daar ook nog zeer zeker wat kunnen doen. Zoals je weet hebben wij daar ook een onderzoek naar gedaan. Nou, met name dus het smart inrichten van dat stuk weg. Zodat we daar ook nog een betere doorstroming krijgen.